Van financiële crisis, vluchtelingencrisis naar de crisis van het aantal lidstaten. Nederland zal dit voorjaar als voorzitter van de Europese Unie veel te verduren krijgen. Reden genoeg voor Leidse Europa-onderzoekers om de toekomst van de Europese Unie te bestuderen en waar nodig advies te geven. Fit for the Future behandelt de uitdagingen op de agenda van het voorzitterschap. De eerste exemplaren werden overhandigd aan de wethouder van Den Haag en de voorzitter van de Eerste Kamer. Ik denk dat voor iedereen in het parlement die zich bezighoudt met Europa, en dus eigenlijk zijn alle parlementariërs dan, is het heel erg nuttig om dit als basis te gebruiken bij het werk voor Europa. Want Fit for the Future, met een vraagteken, dan die vragen spelen natuurlijk voor iedereen. En dan is het goed om deze stukken te lezen die daar geschreven zijn in dat boek. Elke auteur is gespecialiseerd in een ander vakgebied. Zij reflecteren vanuit hun eigen achtergrond en perspectief op de ontwikkelingen binnen het Europees recht en beleid die de komende maanden van belang zullen zijn. Het gaat over het vrij verkeer van de werknemers in Europa. Dus mensen mogen van het ene land naar het andere reizen om daar te gaan werken. En de vraag is of werknemers die naar een ander land reizen volledig gelijk loon krijgen en alle arbeidsvoorwaarden hetzelfde. Er zijn allerlei manieren om daaraan te ontkomen. En de minister van Sociale Zaken van Nederland, die nou voorzitter is van de Raad, die wil dat veranderen. Daar gaat het artikel over. En tegelijkertijd willen de Engelsen, in het kader van de discussie over het uittreden, willen af van de verplichting om alle migrerende werknemers sociale zekerheid volledig te bieden, net zoals de eigen onderdaan. En wij hebben met name gesproken over een voorstel dat vanuit Brussel is gedaan om tot een verdere samenwerking te komen op het terrein van economische en monetaire unie. Wat we eigenlijk gedaan hebben is dat Five Presidents Report, als het ware, dat we dat een beetje geanalyseerd hebben. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat dat op zich een heel mooi rapport is, maar dat er eigenlijk eentje is dat wellicht een paar stappen overslaat. En dat op dit moment het draagvlak bij de verschillende lidstaten niet groot genoeg is om een dergelijke sprong te wagen, als het ware. Een leap of faith die men in zekere zin van de lidstaten dan verwacht. En dat het eigenlijk beter is om stapsgewijs verder te gaan in de constructie naar een echte economische en monetaire unie. Er valt dit voorjaar dus veel te doen voor Nederland als voorzitter. Onze eigen Eerste Kamervoorzitter ziet het in ieder geval positief in. In de huidige wereld is het gewoon belangrijk dat we een stevig gezicht laten zien. En dat kunnen we als Europa. Dan kunnen we meespelen. Dus we moeten samenwerken. En voor die samenwerking is het belangrijk dat je ook iedereen meekrijgt, ook de bevolking. Maar tegelijkertijd kritisch blijft met wat er uit Brussel komt. Ik vind dat we wat dat betreft goed de vinger aan de pols moeten houden. Dat doen we ook.